Liefst thuis. Nee. Ik heb iets voor je gemaakt, hè? Een bordje zon. Jas, jas. Tada. Kinderen zijn nu niet thuis. Hoe gaan we dat dan doen? De auto poetsen. Nee. We gaan even door de wasstraat en jij moet je rijbewijs even verlengen. Mm-hmm. En dan is het alweer bekend tijd om Jordi, Liam en Sam op te halen. Dus, ja. Dat. Dus we gaan even verder eten en dan gaan we op pad. Wat romantisch! Nee, ik spoor niet, dat klopt. We zitten in de wasstraat. Juppie-ajee! Waren weer 3 minuten van ons leven. De auto is weer van de buitenkant schoon. Nou gaan we van de binnenkant doen. En toen hadden we weer een schone auto. Ruikt die Frits? Yes. Dus ja, dan gaan we naar het volgende onderdeel. Niels moet nog een foto maken voor zijn idee. In verband met zijn... dat hij de aanhangerrijbewijs gehaald heeft. Dus daar gaan we nu even regelen. We zijn nu op de school van Jordi, moeten nog even wachten. En ja, Niels, laat je boevenfoto eens zien. De boevenfoto van Niels. Een zwarte balkje moet nog komen. Ja, dat. Nou, het ziet eruit. Maar goed. We hebben alles geregeld wat we wilden regelen, toch? Mm-hmm. Mooi. Dus nou is de kwestie van Jordi ophalen. Liam en Sam zo ophalen en dan is het vacantione voor die jong. En toen hadden we alle kindjes weer erbij in een schone auto. En nu is het vacantione voor de kinder. Marshall. Papa moet nog een weekje werken. Ja, Niels moet nog een weekje werken. Een weekje buffelen. Komt goed. Ik heb maar de kindjes hebben lekker een weekje niks. Doei! Bye bye! Houdoe! Toen waren we alweer thuis. Liam is in slaap gevallen. Die laten we even een half uurtje slapen, want anders heeft het gewoon geen nut. Jordi zit lekker in zijn eigen wereld. Sammy zit lekker bij papa, want hè? Papa? Papa, papa. Papa is belangrijk. Moet bij papa zitten, hè? Moet bij papa zitten, hè? Papa is jouw grote vriend, hè? Mama is, mama is nu niks meer aan, maar papa is er. Ze waren hartstikke blij toen papa er ook bij was om op te halen. Dus dat is mooi. Daar ben ik blij om. Een hele goede morgen. Niels is werken. Dus ik ben vanochtend met de kinderen alleen. Vanmiddag gaan ze naar de kapper. Want Jordi heeft die kale plek op zijn hoofd. Dat is alopecia. En ja, ik vind het toch mooier als hij dan een korter kapsel heeft. Maar Jordi die is de tent ingekomen. Jordi!
Waar ben jij? Jordi, waar ben jij? Hij vindt het helemaal leuk in de tent. Is dat Jordi? Oh nee! Oh nee, is dat Jordi? Is kijk iets voor je. Anders moet je hem even een autootje geven. Je kan hem een autootje geven. Oh nee, is Jordi leuk. Ja. Hi Jordi. Wat is er aan de hand? Oh nee. Oh nee. Hé, hey, Jordi vindt het ook fijn om, om lekker even in een tentje te zitten. Hè? Ondertussen is Sam de film aan het overnemen. Met kijken. Liam, nee, dat gaan we niet doen. Liam. Liam. Ja, ik ben kijken. Ja. Hé, hey, Jordi. Waar is Jordi? Oh, nee. Hi Jordi! Yay! Hey, lekker ding! Oh nee! Yay! Jordi! Waar ga je heen Jordi? Kom maar. Hi! Wat is het? Hi! Wat is het? Kom hier. Wil je bij mama zitten? 1, 2. Is papa? Goed zo. Is papa? Ja, die is van papa. Klopt. Hi Jordi. Ja, een beetje buikpijn. Oh. Is papa? Ja, ik ruik het. Is dat wat je fijn vindt? Hé ja. Kunnen we knuffelen? Dat is het handige van hier zitten. Voordat alles onder de snot zit. Hi. Oké, een weetje over Jordi. Dat vinden jullie vast wel leuk. Jordi wil altijd op mijn linkerschouder hangen. Hij hangt hier altijd met zijn arm, maar met zijn hoofd hangt hij altijd op mijn linkerschouder. En op de een of andere vage manier hebben zijn broers dit ook. Ga je er vandoor? Dan ga ik wel je lui weer even doen, hè? Waar ga je heen? Oké. Okay. Vind je de tent leuk? Ja? Oké. Alles in de tent voor 50%. Ja, stom flauw grapje. Maar goed. Hij is gelukkig. En daar gaat het om. Ik ben goed. Ik ben wel vroeg naar bed gegaan, dat wel. Maar ik heb geslapen als een roosje. En ik had gisteren natuurlijk de pijnbank. En die voel ik wel, kan ik je melden. Ja. Dat. Ze hebben de wobbel ook herontdekt. Ze zitten er ook heel veel op. En zo gaan we gewoon lekker relaxed de vakantie beginnen. Niels die is begin van de middag ergens weer thuis. En dan eten en dat soort dingen. En vanmiddag gaan we naar de kap. Iedereen gaat naar de kapper, behalve ik. Voor mij is dat niet nodig. Nou, de kindjes gaan naar de kapper. Dit is een voor. Voor. Een voor. Sam vindt het niet leuk om naar de kapper te gaan. Boe. Boe.
zitten nu te wachten. Dus dat. Dat is 1. 1. En dat is 2. Liam, kijk eens naar mama. Mooi, hè? Mooi. En dat is 3. We hebben Jordi even heel goed kort hier laten knippen. Laten tondunzeren. Zodat dit in ieder geval niet zo opvalt. En ja, dat het allemaal eventjes weer geregeld is. En ja, wij zijn alweer thuis. Niels nog niet. Niels, die is er nog. Die wordt nu op dit moment geknipt. Kan ik daar de kinderen eten geven. Kunnen ze lekker douchen. En op een gegeven moment kunnen ze naar bed. Niels. Morgen. Wat hebben we dan? Volgens mij ben we dan 12,5 jaar terug. Joh. Ja, we gaan al langer samen. We zijn al 18 jaar bij elkaar. Maar we zijn inderdaad morgen 12,5 jaar getrouwd. En dan zou je verwachten dat we een heel feest geven of wat dan ook. Maar nee, nee. Zo zijn we niet. Wij doen liever gewoon dingetjes, genieten, dat soort dingen. Mm-hmm. En het is ook heel gezellig dat je op zijn telefoon zit, want wij zouden een serie gaan kijken. Want ik heb ook iets lekkers gemaakt. Ik heb mini kippetjes gemaakt. Yakitori spiesjes heb ik niet zelf gemaakt, maar wel zelf warm gemaakt. Ik heb paprika met kruidenkaas. Dit zijn garnaaltjes. Gewone chips. Boterhammenworst met augurkje. Dit zijn zalm met roomkaasjes. Kaas, komkommer, ja. Hey, lekker genieten en we gaan serie kijken. Maar nee, we gaan niet een heel feest geven of wat dan ook. Nee, want wij doen al genoeg leuke dingen in het leven, toch? Mm-hmm. Zoals uit eten gaan en dat soort dingen. Dus nee, wij vonden het leuker om gewoon... Misschien wel morgen wel iets leuks doen. Misschien wel, we weten het nog niet. Maar dat zien we morgen wel. Het komt in ieder geval allemaal goed. Maar ja, dat. Wij gaan lekker serie kijken. En vrede. Mm. Een hele goede morgen. Wij gaan lekker ontbijten. Gefeliciteerd, ja. Schatje. Papa. 12,5 jaar. We gaan wel iets leuks doen vandaag. Maar daar gaan we jullie straks pas laten zien. En toen waren we onderweg. Waar gaan we heen, papa? Naar oma. Nee. We gaan niet naar oma. En ook bij de oma. Ook niet. Die zien we morgen. Volgens mij gaan we naar de vliegbasis. Ook niet. Daarnaast dan. Ha, 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 ha. Hij is zo niet grappig vandaag en hij denkt dat hij de leukste thuis is, maar die, dat is niet, want, nee, want dat is de leukste thuis. Nee, Joep is alleen thuis. Nee, de leukste thuis. Ja, Joep is er alleen thuis. Ja, maar dat is de leukste thuis. Die andere twee, dat zijn etters. Maar waar gaan we heen? We gaan naar Zizo, dierentuintje is daar. Mm-hmm. En dan gaan we samen met de kinderen heen. Ja, familie van mama kijken, hè? Familie van papa, de Evenzwijnen. Dat vond je niet grappig, hè? En de luipaarden. Luipaarden, ja. Een luiaard, ja. Dat is familie van mij, ja. Want ik ben moe geboren, dus ja, dat kan. Maar in ieder geval, wij gaan met de kindjes diertjes kijken.
Voor de mensen die zich nog afvragen waar we zijn geweest. Wij zijn bij Zizo geweest. En dat is een dierentuintje die ook wordt gerund door mensen met een beperking. Autisme vooral. En hier hebben de diertjes in principe hele goede plekken. En ze zijn nog steeds in aanbouw. Dat blijft ook. Maar in principe, het is hier heel vredelievend, heel leuk voor kindjes. En als je op Social Deal kijkt, dan heb je altijd wel een goede deal, hè Niels? Ik had nou via een ander, maar gewoon op internet kijken. Ja, gewoon op internet kijken, want kaartjes zo vind ik voor dit wel duur. Aan de ene kant snap ik dat ook, aan de andere kant zeg ik van ja. We hadden ruim 5 euro korting. Ja, ruim 5, want een kaartje kost 17,50. En ja, ik vind dat nogal prijzig. Maar nou wel voor 12,50, hè? Mm-hmm. Ja, dus daar zou ik wel naar kijken. Sam die is uitgeteld, Liam niet. En Jordi die zit in zijn eigen wereld. Maar wij gaan nog eventjes iets lekkers halen bij de McDonald's. Liam krijgt een milkshake. Jordi die gaat niks eten, want die heeft net een hele zak chips weg zitten werken. En ik pak een McFlurry. En wat pak jij? Latte macchiato. Iets met koffie. Dat. Dat. Kindje ligt op bed. Wij gaan hier nog even opruimen, brood smeren. Kindje op vakantie, dus ik smeer alleen voor Niels brood. En hoe vond je vandaag? Ja, ik vond het leuk en het was een mooi weer ook. Ja. Dus we hebben lekker buiten kunnen zitten. Ja, kindje hebben gespeeld, diertjes gezien. Dus ja, al met al voor ons een geslaagde 12,5-jarig jubileum. Mm-hmm. Maar goed, wij gaan niet veel bijzonders meer doen vandaag. Dus wat gaan we doen? Deze vlog eindigen. Ja, dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.